veranderen. Meneer Othmans, prego, een minuut aan nome del gruppo del. Dank u wel, meneer de voorzitter. Commissaris, Sudan wordt geteisterd door heel vele plagen. Ik denk dat iedereen ze hier vandaag al heeft opgesomd. Daarboven wordt het land sedert 1989 gegijzeld door een regeringsleider die zijn volk onderdrukt en terroriseert. Er is geen persvrijheid en het internetverkeer wordt sterk beknopt. Het is diezelfde regering die vorige week chemische wapens in Darfur dropte, waardoor er vele mensen, vele kinderen het leven lieten. Collega's, Europa geeft sedert 2010 196 miljoen euro aan Sudan. En via het Emergency Trust Fund for Africa werd er nog eens 100 miljoen euro toegekend vanaf 2016. Het is een schande, mevrouw de commissaris, dat we een regering financieel blijven ondersteunen terwijl vrouwen verkracht worden en chemische wapens worden ingezet. Ik roep hier dan vandaag ook op, geef een krachtig Europees signaal. Stop de financiële stromen richting een regering die mensenrechten zo met de voeten treedt. Het is tijd voor een sterk Europees signaal. Ik dank u. Grazie per il gruppo della GUE, onorevole Senra Rodriguez. Prego, un minuto per lei. Gracias, presidente. En primer lugar, nuestra condena a la violencia, las masacres y la represión sobre la población en Sudán. En segundo lugar, pedir a la Unión Europea un esfuerzo real para parar el saqueo de África, porque sabemos